Logeerhuis Verblief Riek in de Tollestraat in Blerik is bedoeld voor volwassenen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld als de mantelzorg uitvalt of als er geen mantelzorg is en er een acute situatie optreedt. Het logeerhuis is gevestigd in het middengedeelte van zorglocatie Tollestraat van de zorggroep. Er zijn 7 volledig ingerichte appartementen beschikbaar die bestaan uit een zitslaapkamer met klein keukenblok en een aparte badkamer. Het logeerhuis wordt gerund door een coördinator met een team van vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat elke gast zich welkom voelt en persoonlijke aandacht krijgt. In het dorpsplein kunnen gasten gezellig samen koffie drinken als ze daar zin in hebben of aan een activiteit deelnemen. In de mooi aangelegde tuin rondom het complex kan men gezellig zitten en genieten van wat er groeit en bloeit. Voor gasten die in de thuissituatie al op geplande tijden thuiszorg kregen, loopt de zorg gewoon door. Een thuiszorgmedewerker komt dan naar het logeerhuis. Voor onverwachte situaties wordt een zorgmedewerker uit de naastgelegen zorglocatie opgeroepen.